Ja, ja, dat zijn we. Ja. Lijntjes in, ga je er even mee missen. Hier ook. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pats, zoals iedereen weet. Ik hoor geen herrie. Ik weet niet wat het is. Het zou net mijn ramen zijn. Het schoonmaken, zeker. Ja, tuurlijk. Ik denk wel beter voor diegene. Maar ja, ik ga lekker even dan wakker worden. Net koffie gezet van een zakje van de poeder. Even kijken. Deze. Van een latte con macchiato. En dan ga ik lekker klaarmaken om dadelijk ook nog richting het station te gaan. En dan ja, gaan we een leuke dag maken. Gaan we de prinses Laurentien ontmoeten. We mogen haar gewoon Laurentien noemen, heb ik gehoord. En voor de rest gaan we zien hoe het gaat lopen. En dat we eigen dingen mogen doen. Maar dat niet tegen iedereen verteld is. Dus maakt uit. Gaat om idee. Misschien wordt het nog gezegd. Zit lekker met een lekker bakje koffie. Heerlijk is dat. En ga ik ook nog lekker klaarmaken richting station te gaan. Nu even lekker wakker worden. Over een paar minuutjes trein pakken. Richting Utrecht Centraal. En ik heb een beetje slaapoog. Dat prut. Oh, dat vind ik zo vervelend eigenlijk. Word je net wakker, zie je, voel je allemaal de prut in je ogen zitten. Ik vind dat een beetje, ik vind dat altijd irritant. Kijk. Maar ja, ga ik nu maar even lekker rustig een bakje koffie opdrinken. En dan naar richting station toe. Ik ben nu onderweg naar station toe. En ga ik heel lekker richting Utrecht. Ik heb ongelooflijk veel zin in en ik kan er ook niet wachten. We gaan een superleuke dag van maken. En dan gaan jullie allemaal wel zien wat er allemaal gaat gebeuren. In ieder geval, ik weet zelf ook niet precies. Het enige dat we met reizigers gaan praten. En dat is het een beetje. Dus laten we snel mogelijk naar het station gaan, want ik ben er al bijna. Even snel even eerst OV opladen. En dan trein pakken richting Utrecht. Dus gaan we maar een lekker treintje pakken. Ik kom voor 36 minuten erin zitten en dan ben ik al in Utrecht. Dus we zijn zo in Utrecht. Ja, ja, daar zijn we. Oh, lijntjes in, ga je met haar goed mee missen. Wie zijn allemaal? Wat zijn? Kun je ons vertellen? Wie is allemaal? Er zijn heel veel verschillende mensen. Zal ik vertellen wat we hier aan het doen zijn? Ja, dat is goed te denken. Je hebt een stukje voor dit. Sander. Ik denk dat jullie achtergrond een beetje misschien zien. Sander, hij is niet open. Hij is niet open. Jawel. Oh, toch wel. Hij heeft hem op de... Ja, we zijn hier vandaag op Utrecht Centraal. En we hebben het. Er is een actie over dat we echt contact willen maken. Dat vinden we belangrijk, omdat steeds meer mensen op een telefoontje zitten en bezig zijn. En het verschil wordt steeds groter. Dat sommige mensen snappen niet hoe zo'n telefoontje werkt. En aan de andere kant... Ja, 50-50. Ja, er zitten mensen ook heel erg veel in. En er zijn hier allemaal mensen. Ja. We zijn uitgenodigd door prinses Laurentien. Ja. Die hebben we net al ontmoet, hè? Ja. Was leuk, hè? Ja, heel aardig vrouw. Ja, en Jamai heb ik net gezien. Ja, die net op de foto. Daar zijn we een beetje mee achter. Ja. Is Treintje ook zo? Ja, die staat daar zo. Waar staat het? Ja, daar zo. Gezien. Ja, ik weet niet. En er zijn allemaal vloggers, hoe heet die ook weer? Teun Petrus. Petrus en Jart. Ja, die ken ik niet echt helemaal goed, maar ik heb wel opgezocht natuurlijk. Ik ben zo'n type die alles opzoekt. Ja, heel goed. Ja, en we zijn lekker hier aan het kletsen met allerlei reizigers, toch? Ja, zeker. En dat gaan we nu ook doen. Echt. En weet je wie er ook bij is? Dat is heel leuk. Fleur. Fleur! Fleur! Ook komen. Ik weet, ze weten het niet leuk en veel te komen, maar je gaat het denk ik niet terugkijken. Ik vind het heel leuk. Kom, je is een kleurtje, niet
Je bent toch een heel mooi beeld. Ja, ja, echt. Ja, hoe vind je dat eigenlijk in beeld gekomen? Nee, ik ga dit weer niet terugkijken. Hallo, je hebt zo'n ook in beeld. En de afwas niet opnieuw doen, hè? Ik ga ook niet aanvassen. Nee. Ik kan het verhaal ook wel vertellen. Ja, ja. Ga ik het verhaal vertellen? Nee, dat vertel jij maar. Ja. Oké. Okay. Nou, Sander moest tijdens de afwas, moest hij samen met zijn begeleider, moest gewoon een gesprekje hebben. Alleen. Ja. Nou ja, daar moeten we natuurlijk wel goed gemonteerd worden. Ja. Dus Sander moest de afwas doen. Moest nog een keer de afwas doen. Hoe vaak Sander, opnieuw? Hoe vaak was je opnieuw? Nou, 5 keer of zo? Nou, misschien 6 keer. Maar het valt toch wel mee? Je afwas is nog nooit zo schoon geweest. Wel, toch? Ja. En dan kan ik ook nu vertellen. Ja. Dit is een persoon waar het niet mijn bedaden heeft. Ja, 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 klopt. Ik heb... Wat is dit nou? Ja, ja. Ja. Ik ga je gewoon vertellen, dat was een leuke reactie geweest. Kan ik wel vertellen. Ja, nou ja, ik dacht, wacht eens even. Dus deze Sander, die heeft heel veel volgers ook op YouTube. Ah, dat is zo'n zaak. Ja. Nee, ja, en ook nou, dat je goed uitlegde. En ik had je filmpje gezien waarin je vertelde. Ja, van Tess. Ja, dat je een test had gedaan, dat je er voor het eerst achter kwam van dat je een lichtverstandige beperking had. Ja. Ja. Dus, we gaan nu alleen met z'n allen weer kletsen. Ja. En leuk dat je er bent. Ja. Dat we niet helemaal weten meer wat we elkaar moeten vragen. Dat we misschien een beetje dat eng vinden. En dat iemand, dat als je misschien wel één vraag stelt en dan geeft, stel dat ik jou vraag, hoe gaat het met je? En je zegt, oh, het gaat niet zo goed met me. Weet ik dan of ik kan doorvragen? Ja. En dat ik dan durf te zeggen, goh. Of, en de tijd ervoor neem en te zeggen, goh, wat is er aan de hand? En dat is wat ons net gaat, toch? Ja, van, ja. Ergens is dat, omdat we dat gewoon niet vanzelfsprekend moeten nemen. Dus toen dacht ik, laten we Valentijnsdag gaan hijjacken. Ja. En het is toch te commercieel, we gaan er een beetje diepgang in brengen. Ja. En het leuke is als je dan begint mensen te bellen, zoals de baas van de NS, en die zegt, dat vind ik echt een heel goed idee. Ja. En dan gaat iedereen meedoen. Zeker, ja. En daar staan jullie hier. Ja, ja. Ja. Wat wij vertegenwoordigen, de LVB, de mensen met een lichtverstandsbeperking. Toen ik het programma zag, is er ook wat herkenbaar voor ons allemaal. Heeft u iets gezien dat heel herkenbaar is voor ons? Weet je wat ik zag? Ik zag geweldige mensen. Ah, oh, leuk. Maar echt. Ja. Dus het is laat om tien, ik krijg bijna een knuffel van Vincent. Ja, dat is zeker, ja. Maar echt, maar weet je, gisteravond ben ik in een theater geweest, Theater Baal, ik weet niet of jullie het kennen. En dat gaat over, uiteindelijk, we zijn allemaal, dat echte contact, dat hart is eigenlijk wat. Dat is ook niet anders. Dat is ook allemaal anders, zoals ze heel simpel zeggen. Het is even anders. Ik ben ook wel een beetje anders. Ja. Dus, alleen we plakken bij mij een andere wereld. Maar hoezo eigenlijk? Ja. Dus daar geloof ik niet in. En dat geloof ik mijn hele leven. Dat heeft ook niks te maken met wie ik ben. Ik ben natuurlijk ook heel erg verliefd. Nog steeds, na al die jaren. Geen constant tijd. Dat is goed, dat zit daar. Dus daarom dat ik zo blij van hier word. En jullie, wat proeven jullie dan in de samenleving? Word je als anders gezien? Nou, ik word niet als anders gezien. Ik word gewoon, kijk, daarvoor doe ik ook best wel veel voor LTB. Omdat, bij de Albert Heijn wel, die wel niet aangenomen. Dus dat doe ik al best wel lang. Maar dat is voor mij dat vind je soms vind je dat er wel lastig. Ja, dat je wel een beetje anders wordt gezien. Ja, precies. Soms vind ik wel lastig. Wat moet je bij de LTB gekomen? Kan je zeggen waarom je voelt soms dat mensen anders tegen jou doen? Waarom voel je dat? Waarom merk je dat? Ja, maar hoe? Maar ben, ja. Wat proef je dan? Kijken mensen anders naar je? Ze kijken je aan of ze roeren over. Kijk daar dan mee. Zo gevoelig. Ja. En is dat omdat mensen kijken? Of dat ze zo, ja, zo kijken. En dan kijken ze weer tegen haar zin. Ja, en zo tegen jezelf in de over. Ja, dat je aangekeken en soms ook opmerkingen maken. En gepest met jou ook, hè, daardoor. Met jou? Want wat?
Ja, dat is ook niet op mijn huid. Ja, doet pijn. Ja, dat is gewoon. Nou, we zijn helaas hebben we afscheid genomen van Marlijn. Ja. En hoe was het toch om dit om te doen? Geweldig. Ik ga nou ik ben wel benieuwd wat vonden jullie allemaal van de reactie wat we eigenlijk over ons programma hebben gekregen. Het was echt een hele mooie reactie. Ja? Hoe vonden jullie het eigenlijk? Oh, vond juist Valentijnsdag op een zondag, dus ik doe sowieso. Wow. Oh nee. Of moet jij vrijvragen? Ja, ga volgend jaar. Maar nee, staat er al. Zondag. Het verschuift een dus, nou ja, dag. Je bedoelt te zeggen of ik zou weer gaan bij je gaan? Ja. Dat is wel een leuk idee. Dit is wel leuk, want de eerste keer is wel leuk te doen. Volgend jaar weer, toch? Zijn we, dat hebben we meegekregen. Wessel heeft wat gezegd. En wat vond je ja? Oh, maar wat zou je zeggen? Wat vond je het leukste gesprek die we hebben gehad? Ja, de goeie. We hebben heel veel gesprekken gehad. Ja. We hebben al een gesprek gehad met Jemai. We hebben een gesprek gehad. Ik vond met die groep. Met Petrus. Ja. Hij wordt eigenlijk Petrus genoemd, maar eigenlijk heet hij Peter. Ja. Treintje Oosthuis hebben we gesprek gehad. Maar we zijn uitgenodigd door Treintje Oosthuis. Nee, ja. Prinses Laurentien. Nee, maar ook Treintje Oosthuis zijn we ook uitgenodigd voor dat ding. Hoe tof is dat? Geweldig. Maar het leukste is dat ze ook iets met berging doet. Ja. Dat is helemaal het mooiste van. Ja. Dus. Ja, echt geweldig om dat te doen. Ja. Ik ben zo trots op van Prinses Laurentien. Ik heb een knuffel gegeven van Prinses Laurentien. Ja, dat hebben jullie gezien natuurlijk. Dat is gefilmd! Ja! Dat is voor mij gefilmd! Kom mee! Ik voel me zo warm, ik vind het geweldig om dit te doen. Ja, jullie ook? Ja, ik zeker. Ik zeker. Ik moet even achter iemand aanlopen, want wij moeten eruit natuurlijk. Ja, zeker. Ik heb al eigenlijk in- en uitgecheckt. Ik loop achter jou aan. Ja, het was op tijd. Sorry, maar dat moest even. Omdat ik al uit heb gecheckt. Dus. Maar we gaan nu even ergens gaan kijken van het eten. Even oplopen. Ja. We zijn hier toch hier, we hebben een vrije dag. Ja. Laat iets van maken. Dat zeker, ja. Ja. En kun je ook even laten zien wat daar met spelen? Wat dan? Nee, daar ga ik nog niet over zeggen. Oké, goed. Dan ga je voor je. Maar, jullie hebben we waarschijnlijk al gezien toen we op tv waren geweest. Op, als ik goed zeg, 14 februari. Voor ons is het nu februari, maar voor jullie is al drie dagen geweest. En we gaan nu even lekker maar even kijken om ergens te eten. Zeker. Wij gaan nu lekker het vlog afsluiten. We hebben een hele leuke dag gehad in ieder geval. Samen. Zeker. En met het hele team net even anders. Ja. Alleen helaas is Veerle niet bij geweest. En wij hebben morgen wat vertellen. Hele leuke verrassing. Dat zien jullie morgen. Dat horen jullie morgen in ieder geval. Ja. En morgen wordt een leuke vlog. Misschien, ik weet niet hoe het gaat lopen, maar... Ik ga proberen een leuke vlog van te maken in ieder geval. En morgen gaan we wat leuke dingen doen. Ja. En wat gaan jullie nog wel zien? Ja. Dus ik wil hier bij de vlog afsluiten. We zijn trouwens ook een beetje wild geweest van bij Boulevard. Echt Boulevard en Shownieuws. Shownieuws. Dus al heb je het gemist, kijk het terug. Je kan het helemaal terugkijken. En wat ik eigenlijk nu wil zeggen, nu ga ik eigenlijk afsluiten als we blijven ergens over kwebbelen. Ja. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe het sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je je beneden abonneert. En een leuke reactie achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkje, groen heel vlog. Om 1 uur. En dan zeg ik hierbij, laters. Ik kan jullie wat vertellen. Ik ben net gebeld door een contactpersoon die dat ding regelt voor de actie. En jullie kunnen verwachten dat jullie morgen, zeg ik goed, morgen